Goedemiddag. Het hakhok bestaat dit jaar 10 jaar. Een schitterend jubileum vinden we zelf. Mijn naam is Toot van Dijk en ik ben initiatiefnemer van het hakhok. Het is een beeldhouwcollectief waarbij zo'n 50 mensen zijn aangesloten die allemaal op hun eigen dag of avond komen beeldhouwen. U zult zien in deze reportage dat er zeer verschillende beelden gemaakt worden. Heel veel echte Veldhovenaren weten niet eens waar het hakhok gevestigd is. We bevinden ons hier tussen Steensel en Koningshof in. Bij de inrit van 127 kun je een bosweggetje inlopen en daarachteraan hoor je vanzelf het getik op steen. Ja, nu weten jullie waarom het hakhok heet. Hij staat hier te hakken. Niet alleen stenen zijn belangrijk voor hakkers, ook het gereedschap, maar zeker ook het ondersteunend gereedschap. En daarmee bedoel ik eigenlijk de bokken waar we op werken. Hier staan we bij Henk. En Henk is bezig om nu die beginfase van het bewerken van een steen af te werken. Hij doet dat met een vuist, een hamer die noemen wij een vuist, en hij doet het in dit geval met een puntbeitel. Het wordt een mannetje en een vrouwtje, waarvan het vrouwtje op de voorgrond met de hoofden tegen elkaar gaat leunen. We staan hier bij het beeld van Nico en Nico's beeld is een India serpentijn. En het leuke van deze steen is, u ziet nou dat hij grijs-groenig is. Maar straks, als hij afgewerkt is, wordt hij git en gitzwart. U ziet strakjes ook een beeld en dat is een visje. Dat visje is gitzwart en het is precies dezelfde steen als die u hier nu ziet. Dit visje is van India serpentijn, dus u kunt al zien hoe zwart het kan worden. Nou is het alleen nog maar gepolijst, nog niet in de was gezet, dus het wordt nog zwarter dan wat u hier ziet. Ik ben Nieke en ik ben met een olifant bezig. En ik wilde dit keer een olifant maken van de achterkant zien. Dan heb ik in Dierenrijk een aantal foto's genomen en deze vond ik het leukste. En het is dus voor mij een heel avontuur, want ik heb nog nooit een relief gemaakt. Maar het begint zo zoetjes aan op een olifant te lijken. Dit is het hoogste punt en deze staat dus iets lager en dan moet je echt die diepte erin zien te krijgen. Dus hier moet dat lijf eigenlijk de diepte in. En het oor, dat moet ook nog zakken. We staan hier bij Harry. En Harry is ook weer bezig met een eindfase van een beeld. Hij is nog aan het schuren. En dat doet hij met nat, dus met water. En schuurpapier in dit geval. Dit is een arduin, een hardsteen. En het grappige van dit beeld is dat Harry zelf zegt, ach, hij kan liggen en hij kan staan. We staan hier bij Chef. En wat gebeurt er nou als je een steen verwarmt? Dan gaan de poriën een beetje open. En dan kan de was die op zijn hoekje zit, kan mooi in die steen indringen. Waardoor die een beter behoud van zijn steen heeft. Maar ook een mooie glans erop krijgt. Anneke is bezig met weer een dier. In dit geval een vogeltje. Alhoewel ik eigenlijk in eerste instantie dacht dat het het monster van Loch Ness zou zijn die uit de golven tevoorschijn komt. Maar naarmate je beter kijkt en ze ook de beleiding goed aangeeft, zie je wel dat het een klein eendje is of een gansje, want hij heeft een vrij lange nek. Therese is een van de twee experts op het gebied van werken in hardsteen. Zo dadelijk zien we ook Ton de Kort nog even werken. Maar zij is bezig in de eindfase van het bewerken van die hardstenen beelden. Dit zijn twee begijntjes. Die
lekker tegen elkaar aanstaan te prevelen, zullen we maar zeggen. En een deel van het beeld zal hoogglanzend worden, de rest zal wat ruwer blijven. Ton is dus de andere expert op het gebied van hardsteen. Tenminste, in deze groep. We hebben natuurlijk meerdere groepen, maar in deze groep zijn er vooral twee die echt veel in hardsteen werken. Deze hardsteen heet Arduin, komt uit België en is prachtig als hij straks klaar is met een tekening van fossielen erin. Corrie is hier aan het werk in een hele zachte steen. Het is een albast, een bruine albast, en die verloopt prachtig van donker naar licht. Je ziet dat ze eigenlijk bijna niet schuurt. Het is meer aaien. Zo zacht is de steen. Want als je hier echt heel erg hard aan zou gaan werken, dan zou je weer allemaal kastjes in de steen krijgen. En dat is niet de bedoeling. Degene die hier aan het kappen is, is Rini. Rini is een van de oudste leden van het hakhok. En dan oud in de zin van die het langst deelnemer is aan het hakhok. Je ziet dat dit weer een harde steen is. Daarnet hadden we een zachte. Hier is een harde steen aan het werk. En die heet Indus Gold. Wat een prachtige naam. Hij wordt ook goudgeel van kleur als hij straks afgewerkt is. Dit is Anja, die vandaag binnen is gekomen met een beeld, een steen, dat ook een beeld moet worden. We hebben er al over gesteggeld. Ik zeg dat het een kobalt is. En zij zegt aubergine. Maar goed, maakt niet uit. Je ziet dat iedereen er zo zich een beetje mee aan het bemoeien is. De een ziet er een oog in, de ander die zegt, oh, er staat een oor. Iedereen dient elkaar eigenlijk van advies. Ik ben hier aan het veilen aan een hele vervelende steen. Hij is zacht, op zich heel makkelijk, maar het is een kalksteen. En het is een kalksteen met nogal wat fossielen erin. En die fossielen die zijn relatief hard ten opzichte van de steen. En die springen iedere keer uit de steen tevoorschijn. Dus die laten nogal wat gaten na. Gevolg? Ja, het wordt een steen met allerlei putjes en gaatjes en vervelende dingen. Maar dat accepteer ik, want dat hoort bij de steen. Nou hadden we Mieke al gezien die met een olifant bezig was in relief. Hier zien we Lia aan het werk, ook aan een olifant. En je ziet dat het een volkomen ander beest wordt. Zij werkt in een serpentijn. Dat is een middelharde steen waar je lekker in kunt raspen en kunt veilen. Ook hier geldt weer, op het moment dat het beeld klaar is en in de was gezet, krijgt het een volkomen andere kleur. Dit is de plek waarop alles gebeurt, het hakhok. En we zien hier een beeld, nou, ik denk dat iedereen het wel herkent, van een uiltje. Links ervan is een heel klein uiltje. En dat kleine uiltje heeft eigenlijk als inspiratie gediend voor die grote. Nou heeft Rinus een hele mooie steen uitgekozen. En die zal eens even laten zien wat er gebeurt als die steen uiteindelijk in de was komt te staan. Hij maakt hem nou eventjes nat. En je ziet wat voor prachtige kleuren eruit de steen tevoorschijn komen. Wij vinden dit eigenlijk altijd een beetje toveren. Maar is het leuke van deze, dat er af en toe flinke stukken afbreken. En ik zal nu even in beeld komen om het restantje van de steen naast de uil neer te zetten. En je ziet het. Ook uit één groot stuk kun je nog twee beelden maken. Ja.
Goedemiddag Toot. Van ten eerste van harte proficiat met je 10-jarig jubileum. Ja, dankjewel. Ja, het tweede lustrum. 10 jaar, zoals ik al zei. We zijn hier 5 jaar geleden ook geweest. Eigenlijk is het alleen maar uitgebreid zoals ik zie. Maar vertel mij eens, hoe is het ook alweer ontstaan? Nou, heel simpel. We zijn begonnen met een eigen hok voor mij alleen. Daar kon ik hakken, dus dat werd het hakhok. Een half jaar later waren we met een man of 6. Weer een half jaar later met 20. En dat liep zo steeds verder. En op het moment zitten we met een kleine 50 deelnemers die weer met veel plezier aan het hakken zijn. 50 deelnemers, zei jij. Vertel eens, kunnen er nog meer bij of hoe gaat het verder in zijn werk? Nou, dat is een goede vraag. We kunnen er inderdaad nog best wel een paar gebruiken. We hebben op de woensdag hebben we op het moment weer ruimte. Daar begint alweer een nieuwe groep. 4 mensen zijn er al. Nou, er kan nog een man of 10 bij. Onze cameraman Henk is hier vorige week al geweest om te kijken naar mensen die bezig zijn met hun beelden. Maar is er dadelijk wel ruimte of kunnen wij ze ontmoeten? Kijken welke beelden al helemaal klaar zijn. Ik denk het wel. Ik weet niet meer precies wie we toen in beeld gehad hebben. Maar er zijn verschillende deelnemers hier die hun beelden hebben geëxposeerd. Dus er zit er vast wel een enkeling bij die we toen al in wording hebben gezien. Dus we gaan dadelijk gewoon kijken. Naast mij staat chef De Proost. Chef, we hebben jou vorige week gefilmd toen je nog bezig was met het beeld wat je hebt genoemd Zomaar. Ja, ja. En het is af. Vertel. Nou, we hebben een gepaleist daarna. En nog een keer in de was gezet. En weer gepaleist. En dan staat hij hier. Helemaal. Anneke, ja. We staan hier bij jouw beeld. Vorige week hebben we nog gezien dat je ermee bezig was. Toen werd gezegd het monster van Loch Ness. Ze hebben er niet veel van begrepen. Helemaal niet. Maar vertel jij maar eens wat je ervan gemaakt hebt. Ik heb er een vogel van gemaakt, zo je ziet. He, dus allebei de kanten kun je zien. Ik kan het draaien. Dan kun je de achterkant ook zien. Nou, dat is echt geen monster van Loch Ness, hè. Zie je dat? Nee, het is gewoon beeldschoon, apart. Mooi. Maar je hebt er wel nog heel hard aan moeten werken. Ja, ik heb er nog thuis heb ik er een hoop aan gewerkt. Het is veel schuren en bouchaderen. En dan zorgen dat het mooi in de lijnen blijft. Anneke, je hebt nog veel meer beelden gemaakt. Ja, zeker. Hoe lang doe je dit eigenlijk al? 9 jaar. Oh, dus volgend jaar heb jij een lustrum? Volgend jaar heb ik een lustrum, ja, inderdaad. Komen we terug. Oh, dat is leuk. Ja? Ja. Prima. Goed. Hartelijk bedankt voor je tijd en geniet ervan. Graag gedaan. Corrie, jou hebben we ook aan het werk gezien. Ja. Jouw beeld is hier ook af. We zien hier een Sint-Jacobsschelp. Ja. Je hebt die steen gezien. Dacht je niet van, oh, ik vind het ook hier zo lekker. Die ga ik vereeuwigen. Nee. Ik dacht echt toen ik de steen kocht, dit kan een schelp worden. Waar je hierin tussenin gaat, dan moet je heel voorzichtig schuren. Want anders, als je dat niet goed schuurt, dan blijven dat witte strepen. En het moet gewoon helemaal diezelfde kleur houden. Ik wil het geen tijdverdrijf noemen. En het is meer hobby, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, ik vind het heerlijk om te doen. Het is voor mij echt een ontspanning. En iets aangaan met een steen waar je een wisselwerking mee hebt en waar je jezelf in kunt leggen en ja, waardoor het van jou wordt. Ja, en dames en heren, we zijn hier op het landgoed van Toot en Rob. En dat is natuurlijk een geweldige plek in het mooie Veldhoven. Een unieke plek waar mensen ook hun creativiteit heel goed kwijt kunnen. En getuigen ook alle mooie kunstwerken die hier gemaakt worden, maar ook regelmatig tentoongesteld. Hartstikke mooi, dat trekt ook een groot publiek. En ik mag aannemen dat ook veel van de creatievelingen, de makers van de beelden, ook hier aanwezig zijn om anderen te laten zien wat ze hier allemaal teweeg kunnen brengen. Maar zonder de hulp van een heel groot aantal vrijwilligers die vanaf het eerste uur in 2004 ook de schouders eronder hebben gezet en flink hebben meegewerkt aan wat het tot op heden is geworden. En het gaat nog steeds maar verder, denk ik. Ja, zonder die vrijwilligers kan ze dat ook niet, denk ik. Hè. Die heb je hard nodig. Die zijn enthousiast. Ik ben ook een paar keer komen kijken tijdens het werk overdag. En er wordt met enthousiasme gewerkt. En dat is mooi om te zien. Het is een mooie tijdbesteding. En je hebt er mooie sociale contacten mee. Het dient meerdere doelen. Dus ik wil je bij deze officieel de expositie openen. En ik hoop dat je met z'n allen ervan geniet. Aan het weer zal het niet
niet liggen. En de kunstwerken in de omgeving ook niet. Dus als het niet bevallen is, ligt het aan u zelf. Maar dat kan bijna niet. Dus ik wens u veel plezier, veel kijkplezier en veel... Ja, je kan ook nog een drankje nuttigen, geloof ik. Hè? Ook altijd belangrijk. En we hopen elkaar dadelijk nog te zien. En ik wil jou bij deze van harte feliciteren met een ferme handdruk en een kus. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.